derde periode in de Jupiler League. Een periode vol passie, inzet en strijd. Waar de teams niet alleen strijden voor de titel, maar ook tegen ALS. ALS is een genadeloze en ongeneeslijke spierziekte. De gemiddelde levensverwachting na het stellen van de diagnose is 3 tot 5 jaar. Er is geen behandeling, geen medicijn. Ja, het is heel lastig natuurlijk dat je eigenlijk niks voor kan doen. Er is veel wetenschappelijk onderzoek nodig om een oorzaak te vinden voor deze ziekte. En onderzoek kost geld. Ook zijn enkele voetballers getroffen door deze ziekte. We kunnen niet langer langs de lijn blijven toekijken. We moeten samen iets doen om een halt toe te roepen aan deze vreselijke ziekte. Elk jaar reizen ALS-patiënten, familie en vrienden naar de Mont Ventoux. Zij zamelen geld in voor onderzoek naar de oorzaak van ALS. En voor verbetering van zorg en kwaliteit van leven voor mensen die nu aan ALS lijden. Help hen in hun strijd tegen deze genadeloze ziekte. Schrijf je in en fiets, loop of wandel zelf mee met dit fantastische evenement. Of steun een deelnemer via www.tourduals.nl. Ik ben Pim Cedee, ambassadeur van Tour du ALS. Mijn vader overleed 11 jaar geleden aan ALS. Trapt u samen met ons ALS de wereld uit?